Spijkerpeil begint woensdag. Ster van Koten vroeg wat dit precies inhoudt. Spijkerpeil, dat is een peiling bij de inwoners van het Spijkerkwartier om te weten van wat zij belangrijk vinden. De werkgroep van Buurt te Weten die heeft 15 thema's bedacht en die willen we voorleggen aan alle mede-inwoners van het Spijkerkwartier om te weten welke vinden jullie nou heel erg belangrijk en welke vinden jullie minder belangrijk. Nou, het over die thema's hebben, wat zijn het precies voor thema's? Nou, deze thema's die hebben we algemeen omschreven. Om er niet voor te zorgen dat we zeg maar suggestieve vragen stellen aan de inwoners. Nee, het is een thema. En wat vind je ervan? Vind je het belangrijk? Vind je het niet zo belangrijk? En als we dat dan bij elkaar hebben gegaard, wat iedereen ervan vindt, dan aan de drie belangrijkste thema's gaan wij als werkgroep van Buurt te Weten een avond organiseren en nodigen we iedereen die dat belangrijk heeft gevonden uit om te kijken of ze wat willen doen rondom dat thema. Wanneer is die bijeenkomst? Nou, die bijeenkomst die is na half januari, want de uitslag van de Spijkerpeil vindt op 7 januari plaats. Dat doen we weer via de website, maar ook via de kranten en misschien via tv of radio. En dan wordt duidelijk van welk thema in aanmerking komt voor een aparte bewonersavond. Vandaag, dinsdag, dan krijgen alle inwoners van het Spijkerkwartier de brief thuis, waarop staat www.spijkerpeil.nl, waarbij je dus inderdaad kan invullen wat je van je buurt vindt. Maar als je nou geen computer hebt? Als je geen computer hebt, dan ben je van harte uitgenodigd om aanstaande zaterdag tussen 12 en 5 hier op de Lommerd langs te komen. En daar hebben we verschillende computers klaarstaan met mensen die jou dan helpen om die peiling in te vullen. Dus je hoeft niet per se een computer te hebben of er goed mee om te gaan. Iedereen is ook uitgenodigd om dan op zaterdag hier dat in de Lommerd te komen doen. En daar doen we ook nog wat gezelligs mee. Er gaat een bandje op de achtergrond spelen en we vieren een klein beetje dat dit de eerste keer is dat we dat Spijkerpeil houden. Want het hopen we dat het niet de laatste keer is. Wij willen dat eigenlijk minimaal eens per jaar en misschien als we er handig in worden, twee keer per jaar doen om goed te kunnen volgen van wat wij in het Spijkerkwartier de belangrijke thema's vinden.